patrijzenakker is een akker die ingezaaid is met een specifiek voor de patrijs bedacht mengsel. Dus soorten die voedsel opbrengen, dus die zaden verliezen, die het hele jaar door voor die patrijs beschikbaar zijn. Maar ook plantensoorten die zorgen voor beschutting. Zowel in het voorjaar om voor de patrijs een nest te kunnen hebben op een veilige plek, maar ook in het najaar en de winter als het hier omheen verder heel erg kaal wordt, om een plek te hebben op het moment dat er een gevaarlijke rover in de buurt is om in weg te kunnen duiken. Ja, en daarnaast profiteert natuurlijk alles, van alles profiteert ervan. De leeuwerikken, de gele kwikstaarten, putters, groenlingen, noem het maar op. Uilen vanwege de muizen die het aantrekt, torenvalken, hermelijntjes. Je vindt hier van alles, vind je die patrijzakkers. Dus profiteert van alles mee. Het Innovatiefonds is er om initiatieven te steunen die de biodiversiteit herstellen. En dit is er één van. Een jaar of drie geleden is er vanuit een aantal vogelaars hier in de regio, Adrie de Groot is een van de vogelaars die het signaal heeft afgegeven van joh, het gaat echt niet goed met de patrijs. Vervolgens heeft de Stichting Landschapsfonds Alphen, die heeft die noodkreet opgepakt en die is gaan kijken van, kunnen we daar nog wat mee? Zijn ze nog te redden en zo ja, hoe? En nu werken we met een elftal akkerbouwers hier in het gebied, die allemaal wat patrijsvriendelijke maatregelen hebben genomen. Bloemenvakken, keverbanken, patrijzenhagen zijn er ook geplant. We werken met twee gemeentes, althans die hebben we geadviseerd om hun bermen patrijsvriendelijker te gaan beheren. Die zijn allebei dit jaar begonnen daarmee. Dus ja, alles bij elkaar zijn er wel heel wat organisaties. Staatsbosbeheer is bezig met de patrijs momenteel. Die van het Bentwoud, wat hier midden in ons projectgebied ligt. Dus ja, er zijn heel wat partijen bij betrokken, zo alles bij elkaar. Nou, dit is dus een heel mooi voorbeeld van hoe het kan. Hè? Je hebt hier die intensieve akkerbouw, bieten, tarwe. Hier, nou 200-300 meter verderop, begint de woonwijk. En maak zo'n stukje en je hebt patrijzen. Dat is een plekje, dat is iets anders dan dat het hier is. Daar is al 2 jaar geleden begonnen met het aanleggen van een bloemenvak. En die gaan dit jaar het 2e jaar in. En het mooie was dat daar dit voorjaar en het vroege voorjaar ineens bij het bloemenvak, wat er al lag, een koppeltje patrijzen verscheen. Dus die hebben die plek echt al weten te vinden. Dus dat heeft een jaartje geduurd, maar vervolgens, je creëert zo'n plek en de patrijzen vinden het gewoon. De komende weken, de kuikens zijn nu waarschijnlijk nog vrij klein. Dus dan zitten ze nog in de beschutting. Maar als ze ietsje groter zijn, dan komen ze wat meer uit de beschutting. En dan zou je ze op dit soort gemaaide stukjes kunnen zien. En misschien zien we ze zelfs vandaag nog wel. Maar... dat was hem. Ja, hij zit hier vlakbij. Hij zal zich zo meteen... ze verplaatsen meestal wel een paar keer. Dus even opletten. Die patrijzen die normaal gesproken vogelvrij zouden zijn in het open landschap, die hebben nu een plek om te schuilen op het moment dat een roofvogel of een roofdier aankomt. Maar ze kunnen ook voedsel vinden, want die zaden die vallen eraf en die blijven liggen en in de winter kunnen ze daar eten. En in het volgende voorjaar hebben ze weer een goede plek om te gaan broeden. Dus die bloemenvelden die je hier ziet, ja, die zijn eigenlijk speciaal voor de patrijzen aangelegd. Maar het mooie is dus dat je dus niet alleen de patrijzen ermee helpt.